Ja, vroeger werden mannen en vrouwen er strikt gescheiden, ook nog eens schaars gekleed. Maar tegenwoordig mogen ze gewoon wel gezellig samen zwemmen. En dat doen ze dan ook. Nog altijd met veel plezier in het Heuveltjesbosbad. Hoeveel graden is het vandaag? Ik denk dat het vandaag een graad of 3, 24 is. Het lijkt me best koud om dan te zwemmen. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. We hebben verwarmd water en het bos is dusdanig gesitueerd dat het eigenlijk in een kom in de bos ligt. Dus je hebt nooit eigenlijk last van wind. Vanaf 1960 ben ik begonnen en ik mis nooit. Iedere dag? Behalve zaterdags en zondags. Hoe lang bestaat dit bad al? Sinds 1937. In 1936 er was een waterpoel in dit bosperceel. Toen vonden mensen dat we iets meer over de jeugd moesten doen. Wie zwom hier al in 1936? Nee, ik ben in 37 geboren. Hoe moet je dat maken dan? En ik begreep dat de vrouwen en de mannen toen nog apart moesten. Ja, in die tijd had je tussen in het diepe bad had je een balk. En die balk die scheidde de dames van de heren. Maar weet u nog dat er in het diepe een balk was om de mannen en de vrouwen te scheiden? Ja, en alweer hij er doorging, dan moest ze eruit. Maar er kwamen nogal wat klachten binnen, want er gingen nogal wat zwembroeken kapot. Die mannen gingen stiekem naar de vrouwenkant. Of omgekeerd. Ging uw badpak wel eens kapot door de balk waar u overheen moest klimmen? Nee, maar dat ging bij de ronde door. En dan moesten we eruit. Ja, en dan kon je gelijk even zien of het lichaam goed gespierd was. Ja. En met wie had u dan chant? Oh, ik heb zoveel vriendjes gehad, maar ik heb nu een hele goede. We hebben onze vaste bezoekers, maar we krijgen ook vrij veel mensen van de camping. En hebben we vanmiddag speciaal een spektakel voor de mensen van de camping en alle jeugd eigenlijk. En wat gaan ze doen? Ja, ze gaan bommetje en al zulke activiteiten. Dus een beetje bewegen in het water op een gezonde manier. In 2013 zijn we verkozen tot het mooiste openluchtbad van Nederland en in 2015 ook weer. En daar zijn we best wel trots op. En hoe win je dat? Ja, hoe win je dat? Dat komt door, punt 1 door een goed team. Punt 2 door een goede uitstraling, goede sfeer en activiteiten. En zo'n enorme glijbaan. Ja, dat hoort er ook bij. Hoe meer activiteiten, hoe meer aantrekkingskracht. Dat is toch wel het item. En u gaat zelf, test u dan de nieuwe activiteiten? Dat doen we met z'n allen, ja. Allemaal tegelijk van de glijbaan? Allemaal tegelijk van de glijbaan. En die gele glijbaan is leuk, omdat je met de man of zes er tegelijk af kunt. En het is dusdanig gesitueerd dat je ook zonder diploma erin kunt. Dus het is heel ondiep. Een fijn bad. Een fijn bad en een heel mooi bad. Het mooiste openluchtbad van Nederland.